Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Thomas Sergoris, 34 jaar en ik kom uit het mooie Mol. Ik ben papa van Robin en Wert, twee jonge kinderen. En ik kom voor de eerste keer op voor het Vlaams parlement op de zesde plaats op de SPA-lijst in de provincie Antwerpen. Ik ben momenteel ook fractieleider in de Molse gemeenteraad. En mijn klemtonen zijn vooral sociaal beleid, armoedebestrijding. En ik wil vooral de politiek terug dicht bij de mensen brengen en mensen vertegenwoordigen zoals het hoort. Waarom stapt u in de politieke strijd? Dat is eigenlijk al van lange tijd geleden dat ik eigenlijk door de politieke microben te pakken ben geraakt. Dat komt eigenlijk van de tijd dat ik zedeleer deed in het lager onderwijs nog. Ik kreeg dat van Mariette Mens, die toen schepen was voor SPA en Meerhout. We hadden het heel vaak over thema's zoals bijvoorbeeld rond dierenproeven, het gat in de ozonlaag en onrechtvaardigheid in het algemeen. En sindsdien ben ik daar eigenlijk altijd door gebeten geweest en ben ik eigenlijk steeds meer gaan zien dat de samenleving maakbaar was en dat als je die beter wilt maken, dat je daar zelf ook de handen uit de mouwen moet voor steken. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Welke quote heeft u gekozen? Het is moeilijk om een zekere quote te kiezen, maar wat dat voor mij altijd mijn slagzin is geweest, want sinds ik in de politiek actief ben, is dat politiek is voor mij naar mensen luisteren en oplossingen zoeken voor grote en kleine problemen. Daarmee bedoel ik dat ik vind dat politiek heel vaak gaat over de grote ideologische tegenstellingen, maar dat we toch altijd nog met mensen bezig zijn. En zeker als lokaal politicus vind ik heel belangrijk om politiek te doen, niet op de sociale media, maar echt op straat en in de cafés aan een toog, om daar te horen van wat houdt mensen nu echt bezig. En om daar te kijken van hoe kan je daar als politiek oplossingen voor binden zodat de samenleving gelukkiger, beter en gezonder wordt. En dat is eigenlijk altijd mijn doelstelling geweest. Dat kan gaan over heel kleine zaken, zoals bijvoorbeeld straten of buurten waar dat verbeteringen nodig zijn. Maar ook mensen waarvan de kinderen op de wachtlijst staan, kinderen met een handicap bijvoorbeeld, of het plaatstekort in scholen, dat wordt daar ook overal besproken. En ik denk dat het belangrijk is dat je die getuigenissen, dat je die mee kan nemen naar ofwel het gemeentelijk niveau ofwel het Vlaams niveau. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, mijn politieke voorbeelden zijn eigenlijk de mensen die aan politiek doen, dicht bij de mensen. En als ik dan een aantal namen moet noemen, wat altijd moeilijk is, want je vergeet er altijd wel enkele, dan denk ik bijvoorbeeld aan de vroegere socialistische burgemeester van Mol, Soes Luiten, die een echt een volksmens was, echt heel dicht bij de verenigingen stond, bij de mensen op straat, die ook altijd aanspreekbaar was, die ook antwoorden gaf als mensen vragen hadden. En dat vind ik wel belangrijk. Andere voorbeelden zijn onder andere Jeff Sleeks, die bij ons ook in Mol volksvertegenwoordiger is geweest. En toch ook altijd heel dicht bij de mensen heeft gestaan, die ook dienstbetoon deed, maar dan in de goede zin van het woord. Dus niet dienstbetoon om andere mensen te bevoordelen, maar om echt ervoor te zorgen dat de situatie van mensen verbeterde. En dat is eigenlijk ook wat ik wil doen. Als ik dan een laatste naam moet noemen, degene waardoor ik echt bij SPA ben terechtgekomen, dat is dan onder andere Steve Stevaert, die toch ook wel de taal van de mensen kon spreken en toch ook wel heel benaderbaar was en ook echt kon inspireren en ook hoop kon geven aan mensen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik ook bij SPA ben terechtgekomen. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses zijn voornamelijk, ik ben schepen geweest van armoedebestrijding. En ik weet dat thema niet echt altijd heel hip is, maar ik vind dat we onze samenleving, dat je daar de kwaliteit van kan afmeten. Als je ziet van hoeveel mensen dat er in armoede leven en dat stijgt jammer genoeg. Er zijn veel mensen, zowel op het platteland als in de steden, die het moeilijk hebben. De kinderarmoede die blijft ook stijgen, dus meer en meer kinderen groeien op in moeilijkere gezinnen. En ik denk dat we daar echt iets aan moeten doen. En de afgelopen 5 jaar is dat te weinig gebeurd. Ik merkte dat er wel heel wat projecten werden opgezet, maar dat er structureel heel weinig gedaan werd. Nu, armoede is een complexe problematiek. En vereist samenwerking op heel veel verschillende vlakken, zowel lokaal, Vlaams, als ook federaal, dat er maatregelen moeten genomen worden.
moeten worden. Maar ik denk dat onze ambitie moet zijn om elk kind een mooie toekomst te geven, om elk kind in een goede omstandigheden te laten opgroeien. Want dat zijn de kinderen die later ook de gezinnen gaan stichten. Dat zijn de kinderen die ook naar zelfvertrouwen en dergelijke ontwikkelen sterker moeten worden in het leven. En ik vind dat we daar als overheid een heel grote verantwoordelijkheid hebben. Dus dat is voor mij wel iets dat mij heel sterk raakt. Ik ben bij heel veel mensen geweest die het moeilijk hadden en mensen die er zelf niet aan konden doen. Er zijn ook heel veel nieuwe armen, bijvoorbeeld na een scheiding of met gezondheidsproblemen die in moeilijkheden terechtkomen. En dan zie je toch vaak dat die niet altijd de juiste hulp krijgen die dan noodzakelijk is. En dat kan gaan van hulp qua ondersteuning rond bijvoorbeeld vrije tijd. Ook financieel en ook zeker qua huisvesting, denk ik dat we echt nog een tijdje moeten bijsteken. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, ik denk dat het vertrouwen in de politiek beter kan. En dat is ook de verantwoordelijkheid van volgens mij de politici zelf. Ik ben zelf nogal een voorstander van volksvertegenwoordiging in de strikte zin van het woord. In die zin dat zowel op lokaal niveau als op Vlaams niveau mensen die stemmen voor een persoon en het is de bedoeling dat die persoon die stemmen gaat vertegenwoordigen in het parlement. Een van de zaken die ik zou willen voorstellen is om de kieskringen terug kleiner te maken, zodat je ook volksvertegenwoordigers hebt die hun buurt beter kennen, die ook aanspreekbaar zijn, die ook over een kleiner gebied vertegenwoordigen. Om zo eigenlijk de kloof die er nu is tussen het Vlaams niveau en het lokaal niveau, zeker op vlak van vertrouwen en ook kennis van wie zit er nu voor welke partij in het Vlaams parlement, om dat te verbeteren. Ik denk dat de problemen van de mensen echt terug in het Vlaams parlement moeten komen. En daar zou ik echt mijn schouders onder willen zetten. Er is ook veel meer vertrouwen, je ziet dat ook, van burgers en lokale politici. Ik denk dat het Vlaams parlement we zijn bezig met thema's die heel belangrijk zijn voor mensen. Onderwijs, sociaal beleid, cultuur. Dat zijn allemaal zaken die heel dicht bij mensen staan. Ik hoop echt dat er heel veel volksvertegenwoordigers gaan zijn die echt de mensen die voor hen gestemd hebben gaan vertegenwoordigen in het parlement en ook terugkoppelen. Want dat is soms het moeilijke. Het gaat soms traag en een decreet, dat moet een hele weg afleggen. Maar ik denk dat je mensen moet proberen om dichter te betrekken bij wat er hier gebeurt. En ik denk dat dat beter kan. Ik denk dat dat ook het vertrouwen in de politiek zou versterken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Het was een moeilijke opdracht om een voorwerp mee te pakken. Er zijn weinig materiële dingen waar ik echt gehecht aan ben. Maar ja, ik was dus aan het rondkijken en op mijn bureau staat eigenlijk al heel lang dit mooie schilderij gemaakt door mijn dochter. Het was ook het eerste dat ze ooit gemaakt heeft op de crèche. Ik vermoed dat de begeleidsters heel goed geholpen hebben, want ik denk niet dat ze al kan schrijven. Ja, het heeft voor mij twee dingen belangrijk. Als lokaal politicus ben je heel veel van huis. Je krijgt ook wel eens wat negatieve zaken te verwerken. En als je dan thuis komt en de kinderen zijn enthousiast omdat gewoon de papa thuis is, dan is dat eigenlijk wel plezant. En dan weet je ook waarom dat je het allemaal doet. Want waarom dat ik het nog altijd doe, dat is om de samenleving beter te maken. En ik hoop dat mijn kinderen kunnen opgroeien in een samenleving waar ze zelf ook vertrouwen in hebben, vertrouwen in de toekomst, waar ze kunnen rekenen op goed onderwijs, waar dat zij solidair zijn met de vriendjes of de vriendinnetjes die het iets moeilijker hebben en ook in een toekomst hebben die zowel groen als veilig, als sociaal is. Daarom is dat voor mij belangrijk. Naast de vaderlijke rol die dat je af en toe inschiet in de praktische dagelijkse praktijk, is dat wel mijn drijfveer om aan politiek te doen. En als dat de drijfveer niet meer is, dan zou ik er gewoon mee stoppen. Maar ik geloof dat we alle kansen hebben om van Vlaanderen en België een mooi land te maken, ook voor de komende decennia. En ik hoop daar toch mijn steentje aan te kunnen toe bijdragen eigenlijk.